Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Foxy op snuffelstage. En zoals je ziet en hoort, zijn wij op een vliegveld, namelijk Eindhoven Airport. En wij staan hier naast Memphis Depay, mijn favoriete PSV-speler van vroeger. En ik hoop heel erg dat we hem kunnen bezoeken. Maar voordat we in het vliegtuig stappen, moet er heel veel gebeuren, Foxy. Dus vlieg eens vlug naar binnen. Foxy, er gaat echt een vliegtuig naar Madrid. Dan kunnen we Memphis Depay bezoeken. Kom snel inchecken. Oké, Foxy, dit is de incheckbalie. Hallo, goedemiddag. Koffers geven. Yes. Hallo. Dank u wel. Super, dank u wel. En dan de koffer op de band. De koffers op de band. Nee, niet jij, de koffers. Oh, gekkie. Oh, kijk, er wordt er gelabeld zodat we straks onze eigen koffers terugkrijgen. Zo, dat is één. Gaan we de volgende even labelen. Dat is nummer 2. Helemaal goed zo. Top. Nou, zijn dit alvast jullie paspoorten? Kijk, dankjewel. Eens. Fijne reis, hè? Mary en Foxy, leuk dat jullie hier zijn. Hier op het mooie vliegveld van Eindhoven Airport. Hallo, dit is dus het platform van Eindhoven Airport. Ja, ik zorg dat hier de vliegtuigen vlekkeloos de lucht in gaan. En wat betekent dat dan? Dat wil zeggen, punt 1, we doen eerst het vliegtuig binnen marschallen. Dus dat wil zeggen, met de lichtsticks zorgen dat het vliegtuig op de juiste plek komt te staan. Daarna gaat de bagage erin en eruit. Zijn we klaar, dan gaan we het vliegtuig pushbacken. Dan gaat hij opgetild worden achteruit, zodat hij veilig kan vertrekken. Jeetje, wat een verantwoordelijkheid allemaal, Foxy. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar Foxy en ik zouden jou heel graag willen helpen. Kan dat misschien? Nou, eigenlijk niet, maar omdat jullie het zijn, natuurlijk. Echt? Ik neem jullie mee. Oké, waar beginnen we dan mee? We gaan eerst met Marcel beginnen. Oké, top. Hans, wat een werk was dit. Nou, ik ben zo blij dat jullie er zijn, zodat jullie ervoor zorgen dat wij goed en veilig op vakantie kunnen. Nou ja, heel graag gedaan. Ik hoop dat jullie en Foxy ook van genoten hebben. Zeker. Ja, jullie zullen er ook dorst van gekregen hebben, dus ik zou zeggen, ga lekker binnen iets drinken. Dat klopt. Nou, dankjewel. En veel plezier nog, succes. Veel plezier in Madrid en doe members de groeten. Doen we, doei doei. Doei doei. Hoi. Wij hebben net Hans heel hard geholpen op het platform en nu mochten we van hem een lekker drankje komen drinken. Heb je Hans geholpen? Leuk. Dan mag je mij ook komen helpen. Kom lekker achter de bar. Oké, Foxy, onze warme chocolademelk. Pak het glas maar. Rondig. Op chocolade drukken.
Heel goed, Foxy. Op het schoteltje. Een lange lepel erbij. Wil je een koekje erbij? Oh, een eitje. En nog eentje voor het vliegtuig. Nog één voor het vliegtuig. Meer, 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 meer. In je zak? In je zak? Heb je niet. Zo, voor in het vliegtuig. Een koekje voor de chocomel. Ja. En de slagroom. Niet te veel, hè, Foxy. Nee, wel iets meer. Kom. Ja, stop maar. Stop maar, stop, stop. Foxy. Maar wel lekker, hoor. Nou, Foxy, een welverdiende warme chocomel met slagroom. Proost. Voor goede vakantie. Oh, Foxy, na al dat harde werken hebben we deze vakantie nog meer verdiend, hè? Vonden jullie het nou net zo leuk als dat wij het vonden? En heb je een heel goed idee voor de volgende snuffelstage? Laat het dan hieronder weten. En wie weet zien we jullie daar. Maar wij gaan nu eerst lekker naar Madrid. Vind je het spannend om te vliegen? Ik ook een beetje. Maar goed, weg uit de regen, op naar de zon. Kom, Foxy. Doei.